Overtoom en Appau hebben het naar hun zin in de Euroborg. En dat na nog maar één training. Appau is ook wel toe aan een volgende stap. Er is interesse genoeg, maar Groningen staat op één. Het is een mooie club. Ja, ik kom van Jupiler League. Alles uit de Eredivisie, dat zou je sowieso wel aannemen, denk ik. Dus zoveel heb ik niet te willen, om het zo te zeggen. De vier Veendammers zijn als eerste bij het trainingsveld. Je kunt maar beter op tijd zijn op je eerste stagedag. Ze krijgen 2 weken de tijd om te laten zien wat ze kunnen. En dan volgt er op termijn misschien wel een uitnodiging om te praten over een contract. Als Groningen er ook positief tegenover staat, dan valt er te praten, ja. Ja, dat zou jij wel graag willen, want kijk eens om je heen. Dit is een mooi stadion. Dit is zeker een heel mooi stadion, ja. Ik ben een jongen met ambities en ik wil altijd voor het hoogste gaan. Alleen op dit moment ben ik daar nog niet echt mee bezig. Ik ben lekker aan de ballen en dat vind ik op dit moment het belangrijkste. Je weet natuurlijk nooit of ze nodig hebben of niet, maar het is gewoon een mooie kans om in conditie te blijven en jezelf te laten zien. Dus het is, ik beschouw het gewoon als een mooie kans. En ook niet meer dan dat. Voor Appau is het meer dan een kans als je rekening houdt met een mogelijk vertrek van Van Dijk en Kwakman bij FC Groningen. Denk je dat het rondkomt met Groningen? Dat is een moeilijke antwoord op te geven. Kan je beter in vragen. Maar jij staat er positief in? Ik sta positief in, ja. Over 14 dagen weten de andere 3 ook waar ze aan toe zijn.